carnaval in Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord. Dat is altijd supergezellig. Maar wie zwaait de scepter? Wij laten je kennis maken met alle carnavalshoogheden. Welkom dames en heren, vandaag zondag 12 november. We zijn in cafézaal Eterij Libre aan de Langeboomseweg in Mil. En zoals gezegd, vandaag zondag 12 november. Gisteravond verscheen er een heleboel carnavalshoogheden. En zo ook in Langeboom. En de kersverse prinsenpaar en hun nar zitten hier aan tafel. Kersvers, fris, dat weet ik niet. Zoals gezegd, soms hoorde het een beetje, dus daar gaan we nou ook mee maken. Prins Marco, prinses Rian en nar Koen. Welkom en van harte gefeliciteerd. Hoe is de dag verlopen gisteren, prins Marco? Ja, goed. Ja? Ja, en druk nog, hè? Ja? Ja, want tijdens het speuren hoorde ik gisterenmiddag de verbouwing was een dingetje, geloof ik, hè? Nee, dat ging precies goed. Ja? Ja. Strak gepland? Ja, ja. Maar planning, daar hoort erbij, want je bent de eigenaar van Huwij, toch? Ja, ja. En dus dan hadden we thuis niet zoveel tijd voor. Nee, dus zoals bij het vorige prinspaar, ook onze kijkers en luisteraars die weten graag van wie is er de ene. Dus laten we bij Marco beginnen. Prins Marco, van wie is er de ene? Waar komt hij vandaan? Dat is een zoon van Tini en Petra Weideven. En wij hebben altijd gewoond op de Witte Dellen in Zeeland net. Maar mm-hmm. Dat is aan de goede kant van de Middenpeel. Ik zeg lichtgevoelig. Dat is net aan de kant van Langeboom. Dus ik ben altijd naar Langeboom naar school geweest en de vrienden gehad. En toen heb ik 16 jaar Wangrooi gewoond en weer teruggekomen. Wangrooi? Ja. Zo. Wangrooi. En Rian? Prinses Rian? Ja, van Geert en Annie Bisseling. En ik ben opgegroeid in de Scharen. Dus. Ja, dat is eigenlijk lang een mom, hè? Estre, ja, eigenlijk wel een beetje. En ons mama komt van Langeboom. En ons oma van ons papskamp komt van Langeboom. Dus wel veel Langeboomse bloed. Ja, nou, hartstikke goed. En Koen? Naar Koen Nooijen? Ik ben zoon van Mark en Marga Nooijen. Ja. En want jullie pa was gisteren nog mee aan het speuren, geloof ik. Ja. Wist hij het echt niet? Nee. Echt niet? Nee. Wat vertel eens, hoe ging dat? Hoe is dat gegaan gisteren? Gisteren. Nou, ik had gewerkt eigenlijk de hele dag. En ik kwam thuis en ik doe de deur open. Alle speurders. Er zit al een beeld aan tafel. Ja. Ja, toen kreeg ik nog extra verhoring, maar ik denk dat ik het goed gedaan heb. Ze kwamen in ieder geval. Volgens mij gingen ze naar Luc. Ja. Dus ze wisten het niet meer. Ja. Dus volgens mij en wanneer wisten ze het wel? Gisteravond pas? Gisteravond. Want je hoeft ook niet eerder te zeggen, ze zijn er toch? Ja. Ja, hè? Nou, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. En in dagelijks leven, ja, wat ik net al zei, eigenaar van Huwij. Wij hebben een timmer- en interieurbouwbedrijf, dat doe ik samen met Rian. Ja, en hoe valt dat te combineren? Want we hadden net in het vorige gesprek met Giel en Simone, het is een kort seizoen, het is een druk seizoen. Gaan de klanten er iets mee leien? Moeten een winstwaarschuwing afgeven? Of ja, ik denk dat ik wat meer af moet schuiven dan anderen, maar ja. Hoe is het te combineren? Ik denk niet, maar ja, dat zien we wel. Nou, we gaan het meemaken. Maar even terug in de tijd. Het moment van vragen, wat altijd wel een bijzonder moment is. Hoe ging dat in Langeboom bij jullie? Ja, dat ging eigenlijk... Ik was er niet. Was het niet? Nee. Ze waren bij ons al op Koningsdag, 27 april, kwamen ze binnengevallen. Oh! En toen dachten ze, we beginnen er op tijd aan. Die zei ook meteen, wij komen nog gewoon over straat lopen, want niemand docht nog aan carnaval natuurlijk. Dus die kwamen eens binnenvallen en Rian was alleen thuis. Ja. Dat is er geluk geweest. Ja, midden op de dag. En we gingen een weekendje weg, dus ik was druk aan het inpakken voor te gaan. En Marco was de camper aan het klaarmaken. Ja. En toen stonden er in één keer 6 man in de keuken. Gewoon? Ja. En die stellen dan de vraag, wilden jullie prinsenpaar worden? Ja, nou ja, dat hoefde ze eigenlijk al niet meer te vragen, want ik had natuurlijk wel alle vermoeden. Ja. Dus toen hadden we even een weekend lang om erover na te denken. Ja, want wanneer hoorde jij het toen dan, de weekend? Nou, ik kreeg meteen een appje en telefoontjes en op een gegeven moment had ik wat 4 oproepen gemist of zo. En ik denk, ja, ik zal toch eens gaan kijken. En toen had ik... Toen had ik een appje van Wout met onze dochter is jeugdprinses geweest afgelopen, dat is nou nog steeds nu, trouwens. Ja, tot nog straks, even, tot vanmiddag. Uurken wel. Ja. En
dat bloemstukje dat stond er nog. En toen kreeg ik ineens een foto geappt met Rian met dat stukje in de hand. En Wouter langs. Ja, dus wees ik ook genoeg natuurlijk. Toen hoefde ik niet meer terug te bellen. Nee, nee. En toen ook gewoon direct besloten, ja, dat gaan we doen. Ja, dat was nog wel even nadenken, maar ik wou het eigenlijk wel meteen. Ja. Maar Rian, dat vond het wel lastig hoor. Maar, ja, Rian, want waar is dan de overweging die gemaakt op dat moment? Ja, gewoon ook wel van, ja, dus durf ik dit aan, zeg maar, gaan we dit doen? We wonen nog niet zo heel lang in Langeboom. Ja. En dan, in één keer voor de hele groep te gaan staan, dat is wel, heb ik wel even een weekendje over na moeten denken. Maar ja, zoals we al zeiden, onze dochter was vorig jaar jeugdprinses geweest en ja, we hebben echt een fantastische tijd gehad. Ja. Echt heel leuk. Ja. Dus, heb je jou, Koen, wanneer kwam de vraag? Ja, wanneer was dat precies? Ongeveer, hè? Ja, ik denk 8 weken geleden. Toen belde Dennis in één keer op geweest en ik heb eigenlijk nog een vraag. Ja? Zou jij nar willen worden? En daar heb ik denk 2 dagen over nagedacht. Toen zijn ze bij mij op het werk gekomen en natuurlijk vertelde dat ik het ging doen. Ja, want waar werkte? Bij Janssen en Schaben, en aardappelboer. Aardappelboer. Want ze dachten vorig jaar, gaan we een narkoen, die is goed bevallen, pakken we weer een narkoen. Ja, ik denk het. Ik denk het. maar ook 2 dagjes nadenken, waar denkt u dan over na? Want hoe ga ik dat allemaal doen? Ja, dat kost nog wat tijd en... ja, ik denk, dus ik hou eigenlijk meer van, ja, het is misschien wel, vragen ze me nooit meer. Ja. Ik denk, ja, leuke kans, ik denk, doe het meteen. Ja. Laten we afsluiten met jouw lijfspreuk. Ja, doen we dat samen? Of, jullie mag het zeggen. Oh, doen we, ja. Dit jaar zien we er druk bij, zullen jullie merken, want er is meer als alleen maar werken. Goed zo. Gaat een leuke carnaval worden. Ook namens ons veel plezier. En alaaf!